Ja, het was een rare week. Op een gegeven moment, op een dag, werd ik gebeld door mijn trainer van onder-21. Werd er gezegd, mee trainen met de eerste helft. En toen kwam Dick nog naar me toe van, het ligt aan jou. Toen heb ik op mijn training goed gedaan en nu zie je het hard werk wordt beloond. Zo, nou Verbannes, dat is lekker binnenkomen. Hoe heerlijk was die winnende treffer? Ja, het was heel heerlijk. Het stond lang 2-2. Ik leek ongeduldig te zijn, maar ik bleef strijden tot de laatste minuut en uiteindelijk wordt het beloond. Had je er nog wel geloof in, want die klok die bleef maar doortikken? Ja, zeker. Net als vorig jaar maakte ook in de laatste seconde eigenlijk de toepunt. En net als nu zei ik ook tegen de boys, blijf erin geloven. Ik zei nog tegen Taro, geef nog één voorzet en dan maak ik hem. En gelukkig gaf hij aan. En na afloop, het eindsignaal klinkt. En als eerste zie ik dat Dick Advocaat, de coach, jou omhelst. Wat zei hij tegen je? Hij zei, lekker jongen, je hebt het doelpunt gemaakt. Gewoon, hij sprak vol vertrouwen in me en dat was wel mooi. Wat voor week is het voor jou geweest? Een week geleden zat je nog niet bij de Feyenoord-selectie. Zat je bij onder 21 dat niet in actie komt door corona. En nu dit. Ja, het was een rare week. Op een gegeven moment, op een dag, werd ik gebeld door mijn trainer van onder 21. Werd er gezegd, mee trainen met de eerste helft. En toen kwam Dick nog naar me toe van, het ligt aan jou. Toen heb ik op mijn training goed gedaan en nu zie je het hard werk wordt beloond. Ja, want 20 minuten tegen de Oostenrijkers. En vandaag moest je er al heel snel in, na de blessure van Berghuis. En je kreeg nog een paar kansen ook, hè, in de wedstrijd? Zeker, ik kreeg nog twee, drie kansen en die moest er gewoon in. Minimaal twee moesten er gewoon in. Daar ben ik gewoon streng op mezelf. Nu ben je bij de selectie gehaald, maar aan het begin van de competitie speelde je bij onder 21. En dan las je ook wel misschien verhalen. Die kregen je misschien allemaal wel mee. Dat ook Dick Advocaat zei, ja, ze zijn nog niet goed genoeg. Ook vorig jaar toen hij binnenkwam. Want vorig jaar zat je wel bij de selectie onder Stam. Hoe heb je dat ervaren? Ja, klopt. Vorig jaar was ik ook een echt andere speler. Was ik fysiek, kwam ik wel, om eerlijk te zijn, wel tekort. En dan heb ik gewoon heel hard lopen trainen een jaar lang. En nu sta ik hier. Was het wel pijnlijk toen je toen Stam wegging en Advocaat kwam, toen je eigenlijk nooit meer in beeld kwam? Ja, het is wel pijnlijk, maar het hoort bij voetbal en zo word je zeg maar volwassener. En, Ja, en nu? Wat longt er nu? Want de spitsen bij Feyenoord die zijn er op dit moment niet, hè? Met Bosniek en met Jurgensen. Jij bewijst met dit doelpunt, zo werkt het ook in het voetbal. En daar kijken trainers ook naar. Donderdag, basisplaats? Ik hoop het. Ik hoop dat ik mijn minuten kan maken en dat ik mezelf kan laten zien. Want dat ga ik zeker doen. Ja, hoe sta je er fysiek op? Want ik kan me voorstellen dat je misschien wel wat achterstand had. Omdat je de laatste weken niet in actie bent kunnen komen bij onder 21. Nee, ik voel me heel fit. Ik heb heel lang doorgetraind en ik ben 100% fit.